We leefden heel gelukkig hoor. Wat dat betreft waren we thuis met z'n drieën. Ik was het oudste kind in het gezin. Dan had ik mijn 4 jaar jongere zus en mijn 8 jaar jongere broer. En mijn vader, mijn moeder. We leefden heel gelukkig met elkaar. Mijn ouders hielden ontzettend veel van hun kinderen. Bijna kan je zeggen dat we verwend waren. Ja. Maar financieel was het toch niet, stonden we toch niet zo sterk. Maar mijn vader die wist wel hoe hij aan de centjes kon komen. Hè. Wij planten met z'n allen rijst en die rijst werd geoogst. Dus daar hadden we alvast onze hoofdvoedsel, rijst. En daarnaast hadden we, mijn moeder kweekte kippen, hadden we eieren en vlees. Mijn vader hield ervan om met de mensen van de buurt, gezamenlijk dan, in het kanaal dat langs ons huis stroomde, daar de, hoe noem je dat weer, visnet, hè? Mm-hmm. Met die visnet, met de sleepnet, vissen eruit te halen, te vangen. En dan werden de vissen verdeeld onder een aantal mensen die hadden meegedaan. En zijn aandeel werd een deel thuis gehouden, gekookt. En een ander, het groot gedeelte werd dan verbracht hij op de verkoop, voor de verkoop. En hoe werd het verkocht? Hij zette dat allemaal in een mand. Geregen aan, die vissen werden in bepaalde hoeveelheid geregen aan een touw. En dan wist hij van dit gaat voor 50 cent weg, dit gaat voor een kwartje weg. Zo wist hij. En dan bracht hij het naar voren. Hij verkocht het. Dan had hij geld. En daarnaast was hij arbeider geworden. Dus sinds ik naar de MULO-school ging, had hij een werk gevonden bij LVV. Hij was gootdelver geworden. Dus dan begon hij die goot van welgedag aan. Dat moesten ze graven en hij had daar werk gevonden. Ja, en dan hadden we koeien. Die koeien leverden melk. En als we één te veel vonden, dan konden we die verkopen. Ja. Dus zo kwamen we dan aan geld. Maar toen ik naar school moest gaan, dat was het mooiste, had ik maar één jurk. Hè. En met die jurk ben ik het hele jaar door naar school gegaan. Door weer en wind. Ik had geen paraplu. Door weer en wind. En dan had die jurk op de schouders, had die scheurstrepen. Eind van het schooljaar was het zo. Maar ik probeerde tussendoor ook een mooie kleren te dragen. Dus wat deed ik? Ik had op de lagere school gehandwerkt. En die stof heb ik met nog wat andere stuk lapjes, heb ik een blouseje gemaakt, zelf gemaakt. Mijn moeder had een naaimachine en daarop heb ik een blouseje gemaakt. Er was nog stof ergens in de kast en ik heb daarvan een rok gemaakt. En dan probeerde ik 4 dagen die jurk te dragen en de 5e dag die rok en die blouse. Maar meneer Kanhai heeft me een keertje op een kantoor geroepen en gezegd van meisje, die blouse die je hier op school draagt, dat mag je niet dragen. Ik zei, waarom meneer? Toen zei hij, het is te luchtig, zo kleed je niet op school. Want het had geen mouwen, het had zo'n beetje aangeknipte mouw. En het was in die tijd aan. Dan mocht het niet op school. Dus hij heeft me helemaal op kantoor geroepen om dat te zeggen. Maar mijn bedoeling was niet om stoer te doen of een beetje sexy te doen. Mijn bedoeling was om van die dagelijkse sleur, die ene jurk, elke dag, dag in dag uit. En het was niet alleen op school dat ik dat droeg. Ze hadden ook een hulponderwijsacte cursus op school. Meneer Tulsi Kanhai gaf daar les en nog enkele leerkrachten van de school. En de cursusleider was meneer Fink. En ons was verteld dat je daar de lessen die je kreeg op de MULO-school tot en met de 3e klas, die waren genoeg om je hulpakte-examen af te leggen.
rest, behalve pedagogiek en dus behalve opvoedkunde, muziek en schrijven. Daarvoor zaten, voor deze drie vakken zaten we dan op die cursus. Dat werd op de zaterdag verzorgd. En dan ging ik niet om 5 uur van huis, maar gewoon normaal om 6:30, 7 uur. Wanneer het al licht was, want de cursus begon 8:30, 9:00. En dan volgde ik daar hulponderwijzersakte cursus. En kunt u vertellen hoe u bent op een gegeven moment geslaagd en u was de eerste juf van welke jaar? Ja, dus toen ik al in de derde klas van de Mulo school zat, ging het een beetje moeilijk. Hè? Ik was al moe geworden van elke dag 5 uur fietsen. Dus soms dacht ik, maar laat me de school laten. Maar als ik de school ga laten, wat ga ik dan doen? Ik ben zo lang al op school gegaan en nu moet ik hem ineens laten, dus ga ik verlies hebben. En ik probeerde me meer te concentreren op die hulponderwijzersakte. En er werd verteld dat wanneer je van de derde klas naar de vierde gaat, mag je naar de kweekschool gaan. Je mag dus die sprong maken als je sterk genoeg bent. Toen ik van de derde naar de vierde Mulo overging, heb ik me ingeschreven gelijk op de kweekschool. Want daar kon ik schrijflessen ook krijgen. Ik kon PEDA-lessen krijgen. Ik kon ook muziekonderwijs krijgen. Dus wat is een notenbalk? Wat is de G-sleutel? Hoe vind je dat? Hele noten, halve noten, kwart noten, achtste noten. Nou, rust, al die dingen kun je daar leren. En dat komt dan goed te pas bij je hulp. Onderwijzersakte examen. En die cursus die hielp ons ook in die richting. Dus ik heb daar van de kweekschool heb ik de hulponderwijzersakte examen gemaakt en ik ben geslaagd. Maar die akte bestond uit 2 gedeelten. Je had een A-gedeelte, dat waarvoor ik al geslaagd was. En je had een B-gedeelte, dan moest je praktijk doen. Je moest les afdraaien op school en dan zouden de examinatoren komen en jou beoordelen. Was die beoordeling positief, dan was je geslaagd volledig. En dan was je leerkracht. Ik heb op de Juliana School mijn praktijk gedaan. Ik ben eerste keer afgewezen, waardoor ik niet in oktober op een school ben geplaatst als leerkracht. Ik heb 2e keer een praktijkexamen gedaan en in januari en toen ben ik wel geslaagd. En 1 februari 1965 werd ik geplaatst op de openbare school van Leliedorp. En hoe was de reactie? En ik was de eerste leerkracht. In mijn weg, welgedag A, en ik denk welgedag B, welgedag C. De hele omgeving had geen leerkrachten. Ik was de enige. Dus dan mijn vader, mijn familie, ze waren in de wolken. Ja, en mijn vader zei, zie je, het is mijn dochter, maar het is ook mijn zoon. En ik kreeg gelijk een andere fiets, want ik was al op school geplaatst. Dat kon ik. En de weg was intussen ook al een beetje beter. Want de goten waren opgehaald, de bossen waren van de straat verwijderd. En dan kon ik beter fietsen.